Nou, goedemiddag. Oké. Nou, dan hoop ik dat we nu live zijn en dat jullie ons goed kunnen horen. Nou, goedemiddag allemaal. Het is net middag. Welkom bij het webinar over waarom zetten we nog in op warmtenetten. Hartstikke leuk dat jullie je allemaal hebben aangemeld. We zagen een hele hoop aanmeldingen en we zien jullie nu allemaal ook langzaam binnenstromen in het Teams-link. Omdat er zoveel aanmeldingen zijn, is het wat lastig om er een leuke interactieve sessie van te maken. Maar we hebben wel een chatfunctie. En we zijn ook heel erg benieuwd welke vragen jullie hebben. Wat voor gedachten jullie hebben of alles wat jullie hier over dit onderwerp ook willen zeggen, deel dat vooral. Want dan komen we daar aan het einde, proberen we daar nog wat dingen van te behandelen of komen we daar ook later op terug. Dus schroom niet om ook die chatfunctie te gebruiken. Nou, dan waarom zetten we nog in op warmtenetten? Dat is een thema wat mijn collega Roy en ik ons de laatste tijd heel erg bezig heeft gehouden. Nou, tegenover mij staat Roy, mijn collega. Hij is Goedemiddag. voornamelijk bezig met rolneming, samenwerking en onderhandeling in zijn adviesklussen. En dat betekent dat hij veel bezig is met het begeleiden van gemeentes. In welke rol neem je nou in die warmtetransitie? En als je dat hebt bepaald, hoe ga je dan ook samenwerken met het warmtebedrijf, met de woningcorporatie of andere strategische partners die binnen het warmteproject plaatsvinden? En hoe doe je dan die onderhandeling? Hoe zorg je dan dat je belangen en uitgangspunten per partij ook een juiste plek krijgen? Nou, mijn naam is Saskia Geerts en ik hou me voornamelijk bezig met de business case van warmte en ook de business case van betaalbaarheid. En daarmee vullen Roy en ik elkaar altijd goed aan. Daarin zijn we een leuk duo, als ik mag zeggen. En wij doen daarom graag ook samen de training Facton Intensive Training Warmtetransitie, waarin we onze kennis en ervaring vanuit onze adviesklussen heel graag delen, omdat die hele warmtetransitie, dat kunnen we niet alleen, maar daar hebben we heel veel mensen voor nodig, want het is een grote opgave. Dus daarvoor hebben we een training Warmtetransitie ook opgericht en via de QR-code of via de link daaronder kun je daar meer informatie over vinden. En dan, ja, waarom zetten we nog in een warmtenetten? De laatste tijd was er heel veel in het nieuws. Hier met de kop, we zijn genaaid. En dat ging over de betaalbaarheid. Want hier de bovenste kop, sociale huurders met stadswarmte betalen honderden euro's meer ondanks belofte. Nou, dat is nogal wat. Ook in Overvecht Noord zagen we dat daar dat toch niet aardgasvrij is geworden en Eneco er daarmee stopt. Ook bij Kassa werd het uitgebreid besproken. Warmtenet een jaar €535 duurder dan gas. Nou ja, dat zijn nogal berichten. En dit was allemaal eigenlijk de laatste maand wat in het nieuws kwam. Ook een andere koppen die we veel zien heeft meer te maken met, ja, er is geen duidelijk verhaal. We hebben het al heel lang over dat we die warmteprijs willen loskoppelen van gas. Want is dat nog wel logisch? Nu die belasting omhoog gaat, ETS komt eraan. Is het dan logisch om die warmteprijs nog te koppelen aan gas? Maar hoe gaat dat dan in zijn werk? En wanneer komt die loskoppeling er? Ook eergisteren, Raad van State die vraagtekens plaatst bij het publieke meerderheidsbelang bij collectieve warmtevoorziening. Dat vraagt ook nog meer uitleg. Ook in Den Haag, de wethouder die gezegd heeft, het is onmogelijke business case voor warmtenetten. We stoppen er voorlopig mee. Wat betekent dit allemaal voor warmteland? Ja, dus als je dit soort krantenkoppen voorbij ziet komen en je bent niet ingevoerd in de inhoud of bent niet dagelijks werkzaam in deze sector, dan kan ik me voorstellen dat je denkt, wat zijn we hier nu eigenlijk nog aan het doen en waarom doen we dit nog met elkaar? Maar we hebben daar een paar punten die we vandaag willen inbrengen, waarvan onze boodschap is, ja zeker moeten we nog steeds inzetten op warmtenetten. En dit is waarom. Drie punten. Allereerst even helemaal uitzoomend naar het gehele energiesysteem.
het is voor Nederland gewoon noodzakelijk voor de duurzame bronnenmix om ook een deel van onze energievoorziening vanuit collectieve warmte te organiseren. Tweede punt, het is ook betaalbaar voor het collectief. Dat lijkt nu even niet het geval te zijn, maar Saskia gaat daar zo meteen even dieper op in, om jullie mee te nemen in dat het daadwerkelijk zo is. Alleen hoe maken we het ook betaalbaar voor de eindgebruiker? En als laatste, de onzekerheden waar we nu mee leven en de beeldvorming die daarmee gepaard gaat en die krantenkoppen die we net zagen. Onze overtuiging is dat deze onzekerheden tijdelijk zijn. Dus dat we daar even geduld mee moeten hebben met elkaar. En alsnog in de ontwikkelprojecten waar we mee bezig zijn, stappen moeten zetten om voorwaarts te gaan. Allereerst, die bronnenmix. Dit is een mooi rapport van EBN, afgelopen jaar gepubliceerd. En dit laat heel goed zien waar wij onze energie vandaan halen in Nederland. En de rode lijn boven in de grafiek, dat is het primaire energieverbruik. En de kleurtjes daaronder, dat is wat we binnen Nederland zelf produceren. En in het verleden hebben we kunnen genieten van een spotgoedkope energie uit eigen bodem, aardgas. En daarmee hebben wij een enorm groot gedeelte van onze energiebehoeften kunnen voorzien. Op het moment dat we besloten die gaskraan dicht te draaien, kantelde dat beeld volledig. En nu zijn we een energie-importerend land. En we hebben allemaal meegemaakt wat dat heeft gedaan met de afhankelijkheid van energie. In de prijsstijgingen die met de energiecrisis voorbij zijn gekomen. En je ziet, langzaam maar zeker gaan we weer toe naar meer zelfstandigheid of onafhankelijkheid, om het zo maar even te zeggen. Maar dat gaat nog wel even duren. En als je dan kijkt naar waar zit die energievraag dan in? Allerlei verschillende sectoren natuurlijk. 20% van alle energievraag die we in Nederland hebben, dat is de warmtebehoefte in de gebouwde omgeving. En als je dan kijkt, 40% van die gebouwde omgeving is geschikt voor een warmtenet. Als je een beetje snel kunt rekenen, dan kun je al ongeveer 8% van de energievoorziening in Nederland, als je die lokaal organiseert met opgewekte warmte in Nederland, uit eigen bodem of restwarmte of vanuit de lucht, of noem het maar op. Daarmee kun je gewoon een groot gedeelte van die energievraag lokaal opwekken. Dus in de totale energiemix in Nederland hoort dit er gewoon bij. Dan hebben we een ander issue wat op ons bord is gekomen. Netcongestie. De elektrificatie die gaat nu al veel te snel voor onze elektriciteitsnetten om dat bij te kunnen benen. En ook hier kan collectieve warmte bijdragen aan de oplossing. Het gaat een stukje sneller dan verwacht, die congestie. En de kern van dat probleem is een mismatch in het moment van vraag en aanbod. Als we nu met elkaar volle bak in zouden zetten op warmtepompen, ook op plekken waar je eigenlijk een warmtenet zou willen, maken we dit probleem met elkaar alleen maar groter, met als gevolg dat ook de economische ontwikkeling in Nederland gaat stagneren. De capaciteit op het net is schaars, dus als het mogelijk is om in te zetten op warmte, doe dat dan ook. Een tweede argument om nog te blijven inzetten op warmtenetten is dat het betaalbaar is voor het collectief. We zien namelijk dat een collectief warmtenet in veel gevallen het meest betaalbare alternatief is voor aardgas op basis van de totale maatschappelijke kosten. En hierbij is het heel belangrijk dat we even goed kijken naar die maatschappelijke kosten. Want wat we vaak zien in het vergelijk, dat er niet gekeken wordt naar wat die enorme kosten voor de netverzwaring met zich meebrengt. Gisteren zaten Roy en ik hierover te brainstormen en zeiden we, als we daar nou eens een bierveeltjesberekening van maken, hoe ziet dat er dan uit? Toen kwamen we eigenlijk op de verhouding dat voor een warmtenet je ongeveer €14.000 per woning kwijt bent ten opzichte van €20.000 voor het verzwaren van de hele elektra-infrastructuur, dus in de totale keten. Denk daar maar bijvoorbeeld aan dat Tennet vorige maand aankondigde dat zij naar schatting al wel €160 miljard gaan investeren in het stroomnet. En dat is alleen nog maar het hoogspanningsnet. Dan hebben we ook nog het middenspanningsnet en het laagspanningsnet en alle trafohuisjes en dingen die in de wijk gebeuren. Een groot deel daarvan gaat natuurlijk niet naar de huishoudens, maar ook naar industrie en mobiliteit. Maar ook een groot deel van al die investeringen gaan naar de woningen.
Dus dat is ook een manier hoe we goed naar die kosten moeten kijken. En je ziet dat dat eigenlijk al gebeurt. Namelijk als we kijken naar de vastrechtontwikkeling van elektriciteit van de afgelopen jaren, dan zie je in die grafiek hier op het scherm dat de afgelopen jaren van 2018 tot 2022 dat redelijk stabiel bleef. Maar de afgelopen 2 jaar is het vastrecht van elektriciteit al met €170 gestegen. En wij verwachten dat dit en dan in 2050 nog wel met €500 gaat stijgen. En dat is nog zonder indexatie. Dus die indexatie komt er nog bij op over de tijd. En dat is natuurlijk best wel een ding, want met z'n allen betalen we hiervoor, voor deze kosten. Terwijl als je op een warmtenet aansluit, je hebt dan ook nog steeds een elektriciteitsaansluiting. Terwijl je daar misschien helemaal niet gebruik van maakt, van die verzwaring, omdat je toch op warmte bent overgestapt. Dus ook dat vraagt misschien op een andere manier van kijken naar die totale kosten. En dan is natuurlijk de vraag van, ja, leuk, betaalbaarheid voor het collectief, maar is dat ook wel betaalbaar voor het individu? Want daar hebben we het natuurlijk continu over. En nee, dat is in sommige gevallen niet zo, want die krantenkoppen die liegen daar niet over. Maar hoe kan het nou dat die beloftes die gemaakt zijn niet waar zijn gekomen? Of dat het principe van de ACM, waarbij we zeggen het mag niet meer dan anders zijn, soms toch wel meer dan anders is? En daarvoor zien we eigenlijk 2 belangrijke argumenten. En dat is namelijk dat dat niet meer dan anders principe is een theoretische benadering van de energierekening op gas als referentiepunt. Maar de theorie blijkt niet altijd de praktijk. Want als je daar kijkt naar puur de energierekening op gas, dus elektra daar niet in meegenomen, dan en je kijkt naar iemand die nu een hele goedkope cv-ketel heeft met nauwelijks onderhoud, het goedkoopste gascontract heeft gekozen op de markt, daar ook nog een leuke welkomstkorting bij gekregen heeft, en een contract heeft waarbij hij nu het gastarief van april 2024 betaalt, dan is de energierekening €1500 per jaar. Terwijl met datzelfde verbruik, maar dan een aansluiting op warmte, zou hij €1900 betalen. Nou, dat is op basis van ACM Max tarieven. Dan zien we dat warmtebedrijven vaak daar wel iets onder zitten. Die geven een korting, maar dat zit vaak niet op die €400. Dus daar zie je toch dat er een gat ontstaat tussen wat je nu betaalt op gas en warmte. In een geval waarbij toevallig de bewoner en de woning precies overeenkomt met de uitgangspunten van de ACM, ja, dan zal het niet meer dan anders zijn. Maar ja, dat is een theoretische benadering en is vaak niet de praktijk. Dan het tweede argument, dat staat aan de rechterkant, is dat de ACM 1 keer per jaar de tarieven vaststelt op basis dus van die gasprijs op dat moment. En we zien dat de laatste jaren die gasprijs ook binnen het jaar enorm fluctueert. Dus nu ook, als je kijkt naar het referentiepunt van ACM van de gasprijs was destijds 60 cent per kuub. Terwijl ze nu kijken naar de huidige gasprijs, is die gedaald. Dus als je nu aansluit op gas, ben je goedkoper uit dan op warmte. En dan kun je natuurlijk afvragen, nou weet je wat, als dat dan zo duur is, waarom kunnen die warmtetarieven of die warmtebedrijven niet gewoon hun tarieven verlagen? Dan zie je dat bij nieuwe projecten, dat zou misschien kunnen, hè? Als je kijkt naar dat pijlenschema, dan verlaag je die omzet. Dus die lichtgroene pijltjes gaan omlaag. Maar wat je dan ziet is, dan gaat automatisch de aansluitbijdrage omhoog. Dus ergens wordt dat gat dan toch betaald. Daarnaast zie je dat bij bestaande warmtenetten, dus als het warmtenet al in de grond ligt en er zijn al huisaansluitingen, dan is het plotseling verlagen van die tarieven heel lastig, omdat je ziet dat warmtebedrijven hun inkoopafspraken ook hebben vastgelegd op basis van de gasprijs en gekoppeld zijn per jaar. Dus dan kunnen ze die tarieven verlagen, maar dan zijn hun inkoopkosten niet veranderd. En daarmee komt er ook weer een gat in die business case. Nou, en dat die business case van de warmtebedrijven wordt nu gemonitord door ACM, zodat ze niet meer dan een redelijk rendement behalen. Dus eigenlijk, los van de hoogte van die tarieven, wat je wel ziet is dat het realiseren van die warmtenetten is vaak onredabel en kost een hoop geld. Ja, dus wat is dan de weg voorwaarts? En
Hoe maken we dit dan wel betaalbaar? En wat komt er misschien ook aan om hier in ieder geval een deel van deze issues in op te lossen? Nou, op de korte termijn zijn er wat perspectieven die er aankomen. De overheid die trekt in ieder geval de portemonnee en de spoedwet is aangekondigd. Nou, wat betekent die spoedwet? Dat betekent eigenlijk dat een aantal van die weeffouten die Saskia net benoemde in die bepaling van de ACM-tarieven, dat daar een correctie op gaat komen. Dus de verhoging van belasting op aardgas, die gaat losgekoppeld worden in de bepaling van het warmtetarief, waarmee dus het warmtetarief niet meer automatisch mee gaat stijgen als de prijs van aardgas stijgt, doordat er een verhoogde belasting op is geheven. En het tweede punt is dat de referentiekosten voor een cv-ketel worden heroverwogen. Wat we zien is dat daar wordt gekeken naar een all-inclusive, redelijk duur onderhoudscontract als referentie, terwijl er meer dan genoeg mensen zijn die überhaupt helemaal geen onderhoudscontract voor een cv-ketel hebben, dus die kosten ook helemaal niet maken. Dus daar komen correcties voor. En dat gaat hopelijk volgend jaar al leiden tot een significante verlaging van die warmtetarieven. Daarnaast is de pot voor de WIS-subsidie, de warmteinfrastructuursubsidie, is weer goed bijgevuld. Dus hij wordt verhoogd van 150 miljoen naar bijna 1 miljard. Wat er ook aankomt is een waarborgfonds. 250 miljoen voor de opstart van nieuwe warmtenetten. En dat waarborgfonds dat is eigenlijk een potje wat ervoor zorgt dat alle warmtebedrijven die daaraan meedoen een kleine premie betalen. En in ruil daarvoor komt het waarborgfonds, schiet het eigenlijk te hulp op het moment dat een warmtebedrijf in de problemen komt met de kasstromen om de financiering te betalen. Nou, wat betekent dat? Dat betekent dat bijvoorbeeld de BNG of andere banken in staat zijn om lagere rentes te vragen en een hoger aandeel vreemd vermogen bereid zijn om te financieren, waarmee het dus makkelijker wordt om de investeringen in warmtenetten te financieren met leningen. Dus dat waarborgfonds gaat daar aan bijdragen. Een paar andere belangrijke punten die in het nieuws zijn geweest de laatste tijd. Ook deze week de WGIW door de Tweede Kamer gekomen. Moet natuurlijk ook nog door de Eerste Kamer. Maar dat gaat ook bijdragen aan het beperken van het volloodrisico als gemeenten bereid zijn om dat instrument in te zetten. En tot slot overweegt het Rijk een nationale deelneming in warmtebedrijven. Nou, daar lijkt EBN nu voor aangewezen te gaan worden als partij die dat gaat invullen. En dat zou een partij zijn die mede het publieke eigen vermogen gaat inbrengen in die warmtebedrijven die de warmtetransitie moeten gaan versnellen. Dus deze perspectieven, die zijn er. Daarmee zijn nog niet alle weeffouten opgelost en een paar van de terechte vragen, bijvoorbeeld over het vastrecht, bijvoorbeeld, die al binnenkomen in de chat, die zijn daarmee nog niet van tafel. Maar hiermee komen de ingrediënten wel langzaam in beeld. En dat is dan ook onze boodschap. De onzekerheid waar we nu in leven, die is tijdelijk. En dat betekent dat in het proces van het ontwikkelen van zo'n warmtenet, een proces dat in onze ervaring makkelijk 5 jaar kan duren, en dat ziet er hier in dit plaatje af en toe wat rommelig uit. De pijl gaat af en toe ook weer de verkeerde kant op. Terug naar start. Dat is wat we nu op dit moment met z'n allen meemaken. Maar dat betekent niet dat we ons moeten blindstaren op de negatieve berichtvorming die er nu in de media af en toe voorbij komt. En dat we daar gewoon het eerlijke verhaal naar de betrokken stakeholders moeten vertellen. Dit is wat nu het plaatje is. En dit is ook wat er gaat gebeuren als zometeen die WCW in werking gaat treden. Moeten we ook natuurlijk even zien wat daar aan wijzigingen misschien nog op gaan komen. Maar het instrumentarium, zoals net gezegd, dat is in de maak. En dat gaat duidelijkheid bieden voor hoe het in de toekomst beter kan gaan werken. Dus onze boodschap is, blijf werken aan de projecten waar je mee bezig bent. Onderken de onzekerheden die er zijn. Geef ze een plekje in je ontwikkelproces en maak de stappen die je kunt maken met elkaar. Om alsnog vooruit te komen en straks op het moment dat je wil gaan investeren, dat daar dan ook de instrumenten voor zijn en het goede verhaal inmiddels vorm kan krijgen. En nog een paar minuten op de klok willen we jullie hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid vanmiddag in dit webinar.
Nogmaals, hier even kort de QR-code voor als je interesse hebt in de training die Saskia en ik hierover kunnen geven. In die 2 dagen gaan we veel dieper in op alle fijne onderdelen van de business case. Hoe werkt het nou, het ontwikkelen van een warmtenet? En wat komt er allemaal bij kijken? Welke stakeholders zijn daarbij nodig? En wij zijn heel benieuwd in de resterende 10 minuten van deze digitale webinar of er nog vragen zijn die jullie ons willen stellen. Of misschien discussiepunten die jullie willen opwerpen. Helaas geen directe vragen. De spreekfunctie is uitgezet, maar we kunnen wel natuurlijk reageren op de vragen die jullie in de chat zetten. Ik zie nu nog 2 vragen. Eentje, die hebben we net natuurlijk ook kort even bij stilgestaan. Van Hanneke. Maar ook als je op een warmtenet zit, betaal je vastrecht voor elektra. Dat is mijn hele terecht punt. En dat is ook iets wat het nu best wel lastig maakt. Is dat vooral hè, als je kijkt naar die kostprijs plus methodiek zo meteen. Dan zie je dat je daadwerkelijk de kosten gaat betalen voor dat warmtenet in die wijk. Dat betekent dus niet dat die kosten zijn gesocialiseerd. Terwijl de kosten voor elektra zijn wel gesocialiseerd. Dus op het moment dat je aansluit op dat warmtenet en ook nog je elektra aansluiting hebt. Want je bent elektrisch aan het koken en je hebt natuurlijk gewoon de koelkast en je computer. En betaal je nog het vastrecht voor elektra wat flink omhoog zou gaan. Dus ook daar is de vraag van hem, moeten we daar misschien anders met elkaar naar kijken. Zodat die betaalbaarheid voor warmte ook eerlijker gaat worden. Ik zie ook even een stokje water. Een volgende vraag over EBN. Waarom wordt EBN gezien als beste optie voor publiek eigendom en niet netbeheerders? Volgens mij hoeft het een het ander niet uit te sluiten daar. Dus de vraag is niet welke partij is het best geëquipeerd om het in publieke handen te brengen. Maar de vraag daarin was... wat kan het Rijk hierin doen vanuit een nationale deelneming? Nou, de netbeheerders, dat zijn geen nationale deelnemingen, wel publieke partijen. En het Rijk zou natuurlijk kunnen deelnemen in die netbeheerders. Maar de vraag die daarin aan ons gevraagd is, is om te kijken naar de bestaande nationale deelnemingen die als zo'n vehikel kunnen optreden. Dat is even in kort het antwoord op die vraag. En als je ziet, EBN is daarin een partij die vanuit het aandeelhouderschap naast andere publieke aandeelhouders kan gaan staan. Dus dat zou heel goed kunnen betekenen dat EBN naast netbeheerders het publieke aandeelhouderschap gaat vervullen. Waarbij de netbeheerders natuurlijk uitstekende partijen zijn die heel veel ervaring hebben met leidingen onder de grond. Kabels en leidingen onder de grond. Dus daar hebben zij heel veel ervaring in. Financiële slagkracht van een partij als EBN kan daar juist weer heel goed naast gezet worden. Ja. Misschien dan nog een andere vraag. Hè? Wordt niet meer dan anders berekening niet langzamerhand een vergelijking met gemiddelde woningen op hybride warmtepompen in plaats van gasketels? Ik denk een hele terechte vraag. En dat klinkt ook als een hele logische, want gasketel is eigenlijk geen optie meer op het moment dat hybride warmtepompen de nieuwe standaard worden. Nou zie je ook, wat ik bijvoorbeeld zie in projecten, is vaak dat als er gekeken wordt van wat is een realistisch bedrag om aan particuliere woningeigenaren te vragen om aan te sluiten op een warmtenet, hè, dus wat voor aansluit bijdragen. Dan zie je nog wel eens dat de vergelijking wordt gemaakt met een hybride warmtepomp. Hè. Als dat de nieuwe standaard is, moeten we ook dat vergelijk meenemen als een betaalbaar alternatief. Daarbij blijft natuurlijk wel de vraag, het is betaalbaar ten opzichte van het alternatief, maar kan de bewoner ook dat daadwerkelijk betalen? Dat vraagt natuurlijk altijd nog aandacht. Top, ik zie nog een andere opmerking, relaterend aan de eerdere vraag. Wij werken met de dochter van Liander, dat kan ook. Die dochter die kennen wij goed, dat is Viran. En dat kan inderdaad heel goed. Dus zij hebben al best veel ervaring in het ontwikkelen van warmtenetprojecten.
Wat we daar alleen wel zien is op de langere termijn, als je echt gaat kijken naar de volledige investeringsopgave voor de warmtenetten in Nederland, dan is het in de financieringsstructuur van die netbeheerders een behoorlijke kluif om daar ook echt het, de grote chunk zeg maar, van al die investeringen te kunnen dragen. Dus de komende jaren kunnen ze daar prima op vooruit. Maar op een gegeven moment wordt dat ook een uitdaging voor die partijen. Dus vandaar een onderzoek naar wie daarnaast gezet kan worden als publieke partij. Het Deense model. Mooie vraag. Wil Factor een keer het Deense model met ons communiceren, omdat het daar allemaal veel makkelijker gaat? Wat leuk is om te benoemen aan het Deense model, is dat we met een paar punten ook die kant op gaan. Of meer daarnaar, daar is naar gekeken in de structurering van de warmtewet. Een heel belangrijke reden waarom in Denemarken ruim 60% van de huishoudens is aangesloten op een warmtenet, is omdat daar ook sprake was van een aansluitplicht. En dat ging hand in hand met publiek / coöperatief eigendom van die warmtenetten. Dus gemeentelijke warmtebedrijven / coöperaties van bewoners, waar soms ook gemeenten in zaten, die zijn aan de slag gegaan om die wijken aardgasvrij te maken. Waarbij ook dat hand in hand ging met een aansluitplicht. Dus de combinatie van zowel een entiteit die daarmee vertrouwen geniet van bewoners, daarin de transparantie over hoe de tarieven en dergelijke tot stand komen, en ook een element van het verplichten tot aansluiten, die maakt dat daar die warmtetransitie een stuk sneller van de grond is gekomen en eigenlijk al tientallen jaren gaande is. Ik zie nog een vraag binnenkomen. Hoe kijken jullie naar het prison dilemma? Als we met z'n allen op het warmtenet gaan, is het voor ons allen op termijn goedkoper. Maar als jij en ik nu een warmtepomp aanschaffen, is dat nu goedkoper? Ja, hele goede vraag. En dat is echt, ik zie dat ook echt als een dilemma. Vooral nu je ziet dat die gasprijs omhoog of de gasbelasting gaat omhoog. Dan is het wel interessant om, als je dat geld te besteden hebt in die warmtepomp, om gewoon zo'n ding te gaan aanschaffen. Dan ben jij lekker voorzien van je aardgasvrije oplossing. Terwijl ja, je weet dat op termijn dat collectief beter is. Dus ik denk de oplossing lastig. Ik denk dat we in ieder geval iets te doen hebben met z'n allen het goede en eerlijke verhaal te blijven vertellen. Ook niet te veel moeten opgaan in de onrust in de media, maar daar ook met helderheid naar moeten blijven kijken. En misschien heb jij er nog wat aan toe te voegen, Roy. Ik zat bij mijn hoofd alweer met de volgende vraag. Oh, met de volgende vraag. Maar ik denk dat voor een deel zit hem in die weeffouten. En voor een deel zit hem ook in het verschaffen van de duidelijkheid. Hè? Want er staat nu heel stellig, een warmtepomp aanschaffen, is dat nu goedkoper? Maar dat vraagt ook best wel stevige investeringen van een particuliere woningeigenaar. En er zijn mensen die bereid zijn om die stap te zetten en om daar ook best wel kostbare woningaanpassingen voor te doen. Maar niet iedereen kan dat betalen. En de mensen die dat wel zijn bereid om te doen, die hebben daar nu natuurlijk een voorsprong mee op de rest. En daar zit een stukje, wat mij betreft ook, dat die regierol van gemeente straks, het aanwijzen van wijken, hier komt een warmtenet, en daarbij ook die wegen IW in gaan zetten. Dat ook de duidelijkheid verschaft aan bewoners om te kiezen voor, oké, maar dan wacht ik nu nog heel even. Omdat er zo meteen een oplossing komt die op termijn dus ook goedkoper is dan die warmtepomp, als ik er nu in mijn eentje zou gaan aanschaffen. Ik zie al een paar mensen vertrekken. Toch nog even leuk om denk ik ook te kijken naar die laatste vraag die nog binnenkomt. Hoe kan het dat de kosten van een warmtenet in Nederland vele malen hoger zijn dan in het buitenland? Een recent onderzoek van TNO. Ik denk dat daar een aantal factoren in meespelen.
Ik denk dat een hele belangrijke daarin daadwerkelijk is, wat Saskia net ook benoemde, die koppeling met aardgas. Ook in het inkoopbeleid van de warmtebedrijven die nu in Nederland actief zijn. Hè, dus wat zie je gebeuren? Er is een koppeling met aardgas gemaakt. Dat betekent dat de warmtebedrijven ook hun bedrijfsvoering daarop zijn gaan inrichten. Een groot gedeelte van warmte is ook gekoppeld aan gasprijs in bepaalde mate. Hè, omdat aardgas ook gebruikt wordt in het opwekken van warmte. Maar het is ook voor het stukje beperken van het risico, van het financiële risico voor een warmtebedrijf, dat zij in hun inkoopafspraken juist ook die koppeling met die gasprijs hebben gemaakt. En nog steeds maken, omdat ze daarmee zeker weten, nou, als dit de tarieven van ACM zijn die ik mag vragen, dan kan ik hier mijn inkoopafspraken op baseren. En dan weet ik zeker dat ik een klein beetje marge maak, in ieder geval genoeg, om niet kopje onder te gaan. Daar zit een stukje van deze puzzel. En daar is natuurlijk nu op dit moment wordt ook hard gezocht naar die tariefregulering vorm te geven in de nieuwe warmtewet. De kostengebaseerde tariefregulering. Die er ook moet toe gaan leiden dat die koppeling wordt losgemaakt. En dat op de plekken waar het goedkoper kan, bijvoorbeeld op plekken waar sprake is van restwarmte als primaire bron, dat het dan ook goedkoper gaat worden. Dus ik denk dat daar een deel van de puzzel zit. Maar er is ook andere elementen die daar aan bijdragen, zoals type vastgoed. We hebben ooit wel eens hoog over de rekensom gemaakt naar het vergelijk tussen energierekening in Denemarken en in Nederland. En wat je ziet is dat de woningen in Denemarken gemiddeld 2 keer zo groot zijn als in Nederland. En dat betekent dus dat je per warmteaansluiting in Denemarken relatief meer afzet kunt creëren dan per warmteaansluiting in Nederland. Dus je hebt minder buizen nodig, minder aansluitingen nodig voor meer warmteafzet. En dat maakt dus dat je per gigajoule bijvoorbeeld een lager tarief kunt rekenen. Nou, dit zijn allemaal factoren die daarin meespelen. Dus er is niet één duidelijk antwoord op te geven. Ja. Nou, dan komen we alweer aan het einde van dit webinar. We zijn 3 minuten over tijd, maar dat maakt niks uit. En we kunnen natuurlijk hier nog uren met elkaar over praten, over dit belangrijke en actuele onderwerp. We willen jullie in ieder geval hartelijk danken voor jullie aanwezigheid en jullie goede vragen. Mochten jullie nog andere vragen of wat dan ook hebben, dan kun je ze alsnog in de chat sturen of even een mailtje of iets dergelijks. En veel dank en succes met het project en het warmteprojecten waar jullie mee bezig zijn. Dank jullie wel.